Binnenkort heeft Suriname bezoek van de Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Wang Yi. Hierover praten wij met Ildis Polak Bigli, minister van Buitenlandse Zaken van ons land. Minister, van harte welkom. China is een van onze meest belangrijkste ontwikkelingspartners. Deelt u die mening al? Ja, we hebben inderdaad op 22 en 23 september, dus in het weekend, een bezoek van de minister van Buitenlandse Zaken van de Volksrepubliek China, die tegelijkertijd ook is de State Councilor, in ieder geval één van de State Councilors. En als u me vraagt hoe belangrijk de band met China is voor wat betreft onze diversificatie, onze economische diversificatie, kan ik direct meegeven dat de regering genoodzaakt is geweest om te gaan kijken naar een veel bredere vorm van economische duurzaamheid, het bewerkstelligen daarvan. En dat brengt met zich mee het diversificeren van partners, maar ook van je economie zelf wat betreft sectoren. En twee van de sectoren die wij nu als lead sectoren promoten in relaties zoals met China, zijn één, toerisme. Het ontwikkelen van ons toeristisch potentieel, maar daarnaast ook landbouw en de aanverwante sectoren die daarbij te kijk komen. In de relatie met China kunnen we eigenlijk een stuk verder grijpen. We zullen in oktober 165 jaren herdenken van de Chinese immigratie. En dat geeft aan dat Surinames relatie met China één is dat historisch is, maar het is ook ingebed in cultuur en taal en gebruik en voeding. Dus met andere woorden, Chinezen zijn niet omdat we nu aan het diversificeren zijn van belang geworden of de economie te moeten versterken, maar het is een historische band welke bestaat tussen onze landen. En natuurlijk, als je gaat diversificeren, kijk je ook naar partners die daar grote interesse in hebben. En ik kan heel duidelijk stellen dat voor wat China betreft, dat een van onze grootste ontwikkelingspartners op dit moment is. En het bezoek van een minister van Buitenlandse Zaken van China, dat is de eerste keer dat het ook gebeurt in onze geschiedenis, in onze 40 en meer jaren van bilaterale relatie. Maar daarnaast is het ook zo dat wij dan kunnen uitdrukken dat we erop gevestigd zijn dat we die relatie willen gaan uitdiepen, economisch en technisch, maar ook op multilateraal vlak. Dus als je kijkt naar het bezoek van een Minbusa aan Suriname op dat niveau, dat betekent het de grootste vorm van uitdrukking van dat je die relatie verder wil verstevigen en inhoud wil geven. Minister, heeft het gehad over de relaties tussen deze landen. Er zijn een aantal projecten gaande. We kennen bijvoorbeeld het Dalian 4-project, het trainingsprogramma in China. Wat zijn andere lopende projecten die gaande zijn met dit land? Ja, voor wat betreft het technische aspect van de relatie, dus we noemen het in de normale gang van zaken technical cooperation. Wij zullen bij dit bezoek ook een overeenkomst tekenen voor verdere uitdieping van onze economische en technische relatie. En daaronder komt China met een grant, waarbij we dus meer projecten kunnen uitvoeren. Nou, u noemde net het Dalian 4-project. En het Dalian 4-project is niets anders dan een project, een infrastructureel project, dat verschillende onderdelen heeft, waaronder de wegen restaureren of aanleggen, om het zo te noemen. Maar daarnaast heb je ook huizen bouwen. We hebben eerder dit jaar, als ik me niet vergis, dit jaar of vorig jaar, laat vorig jaar, ondertekend een grantovereenkomst voor de bouw van 1000 woningen. We hebben verder
ook met China gezien dat er grote interesse is voor de verdere ontwikkeling van ons landbouwpotentieel. Dus zal China ons ondersteunen in het opzetten van een landbouwschool hier in Suriname. Verder hebben we ook gezien dat we met China uitvoeren een veiligheidsproject, waarbij we dus kijken naar de aspecten van indammen van criminaliteit. En zullen wij dus heel binnenkort in verschillende gebieden in Suriname zien, waarbij er surveillancecamera's komen en die zullen moeten bijdragen aan het verhogen van het veiligheidsgevoel. We hebben een defensie- en veiligheidscoöperatie. Dat houdt dus niets anders in dat onze defensieorganisatie en onze justitiële organisatie met China op hun niveau ook goede contacten onderhouden. We weten, voor de defensieorganisatie hebben we niet lang geleden een grote grant ontvangen voor wat militair equipment betreft. Daarnaast hebben we ook, als het op het gebied van gezondheidszorg, het Wanika Hospitaal project, waarmee we bezig zijn met de Volksrepubliek China. En we weten dat er ook een breedbandproject is waarbij er een aantal componenten in worden gekofferd, waarbij we dus straks kinderen op school wifi kunnen brengen. Het is een heleboel dat we met China doen en het is in principe een relatie dat pragmatisch is en dat mensgeoriënteerd is. Uiteindelijk moet die bilaterale band die ontstaat met ons, dat historisch lang teruggaat, uitmonden in concrete zaken voor onze samenleving. En ik denk dat een van de bijzondere manieren waarop China haar cultuur inzet om landen zoals de onze mee contact te onderhouden, is zeker het programma dat wordt gedraaid jaarlijks, waarin we meer dan 300 Surinamers dit jaar reeds hebben in staat kunnen stellen om naar China te gaan, om daar trainingen te volgen, maar ook de jaarlijkse beurzen die we ontvangen voor onze studenten. Dat is een heel essentieel onderdeel. En ik geloof dat in het beleid van het buitenlands beleid van China het people-to-people contact heel essentieel is. Daarnaast het aspect van handel en het verder verstevigen daarvan is essentieel. En het aantrekken van buitenlandse investeerders is ook cruciaal voor ons. Als we praten over de diversificatie van de economie, maar ook het verder mogelijk maken dat we hier investeringen huisvesten die onze economie verder tot ontwikkeling kunnen brengen in de bestaande sectoren en ook nieuwe niche-sectoren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dus op hun website gemeld dat er een exchange zal zijn van views. En zeker ook issues behandeld zullen worden die gemeenschappelijke interesse hebben van beide landen. Kun je ons vertellen, wat zijn deze zaken die zo belicht zullen worden? Bij een meeting als deze is het belangrijk om te benadrukken dat het een high-level political meeting is, waarbij je dus de minister in staat stelt, behalve met de president een heel duidelijk gesprek te hebben, ook een joint vergadering te hebben waarbij de vicepresident deze voor zal zitten, de ministers van Financiën en van Handel en Industrie en Toerisme zullen naast het feit dat BUSA Qualitatequa erbij is, ook aanzitten. En dan zullen wij heel gericht praten over de bilaterale relatie, de mogelijkheden die we zien in het BRICS gebeuren, de mogelijkheden die er bestaan om ook financieel mogelijkheden te creëren voor Suriname en voor China. Daarnaast gaan wij ook ondertekenen enkele belangrijke overeenkomsten die zullen verder moeten leiden tot versteviging van die relatie. En zoals u weet is dit ook een manier om tot uitdrukking te brengen dat Suriname al in zoveel jaren terug een One China beleid huldigt. En dit is een gelegenheid voor ons om dat te bevestigen en vooral aan te geven dat wij gelijke partners zijn. En gelijke partners die bij je, als je elkaar respecteert, vooral als het niet uitmaakt hoe groot je bent als land. We weten dat ook China dit jaar voor de eerste keer
een importbeurs organiseert. Dat zal zorgen ervoor dat onze business community de gelegenheid heeft om naar China te gaan, om daar mogelijke opportunities die Suriname heeft qua business aan de wereld kan voorhouden. Ik denk dat het belangrijk is dat wij ook benadrukken dat Suriname en China partners zijn, Zuid-Zuid partners. En in de gedachtegoed van One Belt, One Road initiatief, welke China is begonnen om de wereld als het ware te ontsluiten via infrastructuur, via ICT, via veiligheid, via technische coöperatie. Daar denkt Suriname in ieder geval in de naaste toekomst heel gericht projecten voor in te dienen, zodat wij ook onderdeel kunnen zijn van dit prestigieuze project dat China uitvoert. Overigens heeft de ambassadeur van China hier te lande, de nieuwe ambassadeur, zijn geloofsbrieven aangeboden deze week, vorige week. En hij heeft in dat verband de gelegenheid gehad om met de president van gedachten te wisselen. En dan zien we dat Surinamers multidiversiteit, culturaliteit en al hetgeen dat we eromheen willen noemen, een bijzonder product is. En voor wat China betreft, denk ik dat er ook ruimte bestaat om dat aspect van ons ter hand te nemen. Verder is het ook goed te noemen dat zowel onze president als president Xi Jinping eigenlijk dezelfde visie op nahouden. President Xi Jinping streeft ernaar om armoede uit te bannen, volledig uit te bannen in 2020. En dat is ook de focus van onze regering en van onze president. We hebben het gezien met het sociaal contract en het sociaal akkoord, om het beter te zeggen. En alles dat deze regering doet is uiteindelijk om de samenleving, de mens, de president zegt het heel vaak, de mens is onze belangrijkste hulpbron. Dus wanneer we relaties aangaan, zij het bilateraal, regionaal of multilateraal, blijft dat voor ons recht overeind staan. En ik heb het vaker ook gezegd, dan is er maar één agendapunt dat voor ons eminent blijft en dat is dat Suriname daaraan beter wordt of vooruit gaat. En dat is dus ook in dit geval de agenda die we zien gebeuren. Daarnaast is China een van de BRICS-economieën. U hebt gemerkt dat de aanhaling van de BRICS-relaties hoog op de agenda heeft gestaan of staat nog steeds bij buitenlandse zaken in onze buitenlandse politiek. We hebben niet alleen het bezoek van de president gezien naar Brazilië en hoge missies van Brazilië hier gehad, maar we hebben ook het bezoek van de president van India gezien. Nu hebben we het bezoek van de minister en de state councilor van China, de Volksrepubliek China. Zo werken wij verder en met het Afrikaans continent onderhouden we ook heel goede contacten. Wij verwachten later dit jaar ook een heel hoog bezoek uit Ghana. Dus al met al is de diversificatie ingezet. Niet alleen van onze economie, maar met name van partners. Zodat wij vanuit alle mogelijke partnerschappen voordeel kunnen halen voor ons land. De minister bezoekt ons land, de state minister also. Wat is het belang van het bezoek op de eerste plek? En meer ook de belangrijkheid van deze functionaris? Minister Wang Yi is dus de topdiplomaat van de Volksrepubliek China. En nu zijn wij 500.000 personen ongeveer in Suriname. Maar we praten over een miljoenenbevolking als het om China gaat. En het is de minister van Buitenlandse Zaken en tegelijkertijd ook een van de state councillors die dus de orde uitmaken in China, die bepalen wat het beleid van China is. En ik denk dat voor de doorzien Suriname het eigenlijk vertaald moet worden naar het punt dat wanneer je mogendheden als China op bezoek krijgt, op dat niveau, je de wereld naar je ziet kijken. China is overigens een van de leading economies in de wereld, een van de order setters in de wereld. Dus zo'n bezoek heeft de aandacht van de hele wereld. Het is ook de eerste keer dat die minister op ons continent zal vertoeven.
Hij zal nog twee andere landen in de regio aandoen. En Suriname heeft toch een bijzondere band met China. Ik gaf het eerder aan vanwege onze historie. We delen die al 165 jaar in oktober aanstaande. En daarnaast hebben wij ons ontpopt en ontwikkeld als een land die hele goede, gebalanceerde bilaterale relaties heeft met een bilaterale relatie onderhoudt met de Volksrepubliek China. Minister, we bedanken u van harte voor dit gesprek. We hopen dat u heel veel van dit gesprek hebt opgestoken en bedanken u voor het willen kijken naar dit interview.